Deinzen gaan we met deze Jasper Philipsen, een van de jongsters hier aan de start. Die droomt van een goede uitslag. Hij rijdt voor de ploeg van Axel Mille vandaag. Dan krijgen we Nathan van Hooijdonk voor BMC in het vizier. En natuurlijk is het vooral uitkijken bij Willems Verandas Crelan naar Wout van Aert, de wereldkampioen veldrijder, de derde van de Strade Bianche. Maar trouwens, dit is dan Christopher Halvorsen, tegenwoordig bij. Dan zijn ze vertrokken rond de klok van 12:30 in Deinze voor een wedstrijd over 191 kilometer. Een wedstrijd die eigenlijk bestaat uit een aantal grote lussen. Die kan spreken over 7 rondjes. 7 rondes eigenlijk. Er is 1 grote lus van 76 kilometer. Dan hebben we 4 kleine rondes van 14 kilometer. En dan zitten we live in de wedstrijd met de kop van de koers en kijken we op de ruggen van de 8 leiders van het moment. Connor Dunn is erbij. Dat is de heer Rompot. Daniel Turek is erbij. Ivo Oliveira, dat is een Portugees. En dan nog in de kopgroep en Rob Ruig is een, als ik het goed heb, Nederlands Limburger. Dat is de samenstelling van de kopgroep. U ziet de voorsprong in beeld. De voorsprong is nog om en bij de 7 minuten, maar het waren ooit 11 minuten en dat betekent dat op minder dan 90... van de streep, terwijl we met die kopgroep weer richting volgende passage Nokereberg gaan. Deze vlucht zo goed.
als ten dode opgeschreven is. Niet waar, José de Kouwers? Ja, zo mag je het inderdaad wel stellen. Hè. Toen we ze de eerste keer zagen voorbij kwamen in de gangen. Vallen Wout van Aert, maar al bij al schijnt het nog mee te vallen, ondanks dat vallen. Ja, dat is daarnet gebeurd, net voor het begin van deze uitzending. Op het eerste zicht geen problemen lichamelijk, maar nu wel een fietswissel die er zit aan te komen. Hij gaat, het is te zeggen, terug op zijn oorspronkelijke fiets jumpen. Geen ja, kaderplaatje daar. En wel daar drinkbus komt dan meenemen. De andere niet fiets. Vergeten, wel vergeten. De fiets waarmee hij gestart is. Wout van Aert, goed en wel, nog altijd in koers. Renner naar wie natuurlijk enorm wordt uitgekeken. En die hier straks eigenlijk komt de vertraging, José. En dan links, kijk die meneer. Ja, dat is een serieuze duik naar een Musette. Vertrouwen waarmee dat ze rondrijden, dat men gaat proberen om Wout van Aert in stelling te brengen. En als hem in stelling is, gaat hij deze wedstrijd proberen winnen. Dat zou logisch zijn natuurlijk. Het is niet, hij kan nu niet gaan op zijn lauweren gaan rusten na een super Strade Bianche. Andere renners die dan mikken op. En was dat dan allemaal nog wel nodig? Kon dat er allemaal nog wel bij? Moet je je stellen, hè? Dus ik bedoel. Ik kan u ook nog vertellen dat na 2 uur wedstrijd. Dat we kennen uit vroegere edities van Dwars door Vlaanderen, maar dan wel in de andere richting en met nog wat extra. Dat die er allemaal binnen kunnen. Moet wel, hè. Wellicht van langs de kasseistroken wat nattigheid. Maar dus dan wel goed gedaan, vind ik. Dus proberen de. Dat is de traditionele datum van het paardensportevenement waar ik aan koers zit. De Van Aertbocht.
rijdt er en er is er weer eentje met een probleem daar. Ketting, man van Aquablue. Ja, hun voornaamste renner is Adam Blythe. Eén blad rijden vooraan, en wat vind je daarvan? Het is niet de eerste keer, denk ik. Kerel, 19 jaar. Nog eens kijken. Moet zondag is. Nog winnaar. Oh, ja, daar. Ja. Inderdaad, een beetje wringen renners die proberen de linkerkant van de weg te bereiken om toch iets uit de wind te gaan zitten. Jammer. Ja, minstens een... En een val. Een valpartij met een renner of vijf. Van Spijbroek lijkt me daarbij betrokken te zijn. De man van Wanty Groep Coupert die daar rechts staat. Renner van... erbij betrokken met Christopher Lawless, de man daar van Delco. Dan hier blijft zitten op de grond. Hier zit er nog eentje van WB Verandklas. Een paspoort dan, denk ik dan. Ja, inderdaad. Timothy Stevens zit in de koproep voor Sibel Sebon. En Rob Ruig vertegenwoordigt Tartaletto, is een toerist. Nee, het is Benedetti. Hij gaat nu zijn plek terug innemen. Ja, dan moet hij naar rechts toch kijken tot die idee voorbij is. Ja, goeie zaak gedaan, jong. Ja. Niet dus. Voilà, krijg je hier al direct een... Inderdaad, van vroeger in de Ronde van Frankrijk, ja. Nou, de champêtre is niet thuis. Misschien gaan schieten. Trainingsmakker? Ja. Je bent op training geweest in de Ardennen. Laatst. Enfin. Mathilde. Het kasteel Mullem. Dat moet het geweest zijn. En Van Aert die de pedalen martelt. Ja, daar wordt Van Aert bezig.
gevaarlijkheid van de aankomst vind ik dit een heel mooie parcours. Een mooie parcourswijziging, moet ik eerlijk zeggen. Je gaat dan natuurlijk ook een iets wat ander peloton krijgen in het vervolg. Ja, daar gaan ze hun selecties op afstemmen. Alsjeblieft, wie komt er hier op kop? Jasper Philipsen. Even gas geven. Ik zal toch maar oppassen, jong. 20 jaar jong. Nog een beetje wachten. Dibben, Jonathan Dibben hier op de rug van rug nummer 62. Actuele kampioen puntenkoers. Maar dit zijn ja, renners die aan het rekkertje hangen. Want kijk, daar de breuk. Al maar meer volk. Dat er... Daarbij die molen. Zijn er nog schiet Champetters? Nummer 2. De rest nog wat koers. Cartouche. Doortrekken. Lichte afscheiding voor 4 man. Vliegen is mee. Een doortrekken van Vliegen. Ja, Loïc. Onmiddellijk gevolgd, ik denk, door Bert de Bakker. Ja. Dit is de smalle trechter richting slotkilometers. Links in beeld, rechts in de rijrichting. Zo meteen 700 meter afdaling. Ja, wordt een klein beetje in de val gezet door de mannen van Quickstep.